De actie Music for Life van Studio Brussel loopt op volle toeren. Ruim 790.000 eurotjes zijn al binnen, maar dat mag best nog wat meer zijn. En dus blijven originele acties welkom. Mijn collega Freek Braakman verhuurde, net als andere mensen op onze redactie, een stukje van zijn tijd aan de hoogstbiedende. En zo is Freek op dit moment aan het werk op een kerstmarkt in Antwerpen. Anne Bie ging kijken. Nog chocomelk, warme wafels, met slagroom, amaretto. Het is voor het goede doel, hè. Onze allerliefste collega ter wereld lijkt een geboren verkoper op deze kerstmarkt van de studenten van de Universiteit van Antwerpen. Die hebben Freek Braakman speciaal ingehuurd voor een chocomelk- en wafelkraam. De studentenkring heeft geboden, ik heb mijn diensten aangeboden op eBay. Hè, en het geld gaat ook naar Music for Life. En voilà, zij waren de hoogste bieders. Voor 125 euro kom ik hier verkopen. En ik hoop dus de verkoop ook mee een boost te kunnen geven. Helaas hadden de studenten geen geld in kas en moesten ze een andere actie houden om hun bod op Freek te kunnen betalen. We hebben een knuffel- en kusdag georganiseerd. En we hebben gewoon naar de mensen toegestapt en gevraagd of ze een knuffel of een kus zouden kopen voor een kleine bijdrage voor Music for Life. De hele opbrengst van deze kerstmarkt gaat integraal naar Music for Life, die dit jaar AIDS-weeskinderen in Afrika helpt. Wie nog een collega van de nieuwsdienst in huis wil halen, kan nog 2 dagen bieden via de redactie.be.